Hallo allemaal, we hebben sinds kort een YouTube-kanaal dat we zijn begonnen. En dat is van ons centrum hier in Afferden in Nederland. Van ons Thais-Boeddhistisch centrum Wat Pada Makaya Netherlands, of gewoon in het kort Dhammakaya Netherlands. Vijf sila's zijn vijf principes van een moreel leven. En een van die principes zegt dat als je een relatie met iemand begint, dan zou het een langdurige relatie moeten zijn. Dat je niet altijd maar one night stands en dergelijke hebt met mensen, maar dat je echt een langdurige relatie met iemand hebt. En dat is belangrijk voor je leven. Dat vinden we belangrijk in het boeddhisme, dat je trouw hebt in een relatie met iemand. En dat je kiest voor een langdurige verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander. En dat je daarvoor kiest om een bepaald ritueel uit te voeren, dat kan. Het is niet een verplichting, maar het is wel belangrijk in die zin dat als je eenmaal een langdurige relatie met iemand hebt, dat je kunt kiezen van nou, ik wil eigenlijk iedereen erover vertellen, wil er oprecht over zijn en dat je daarmee een huwelijk doet of een huwelijksceremonie gaat organiseren. Maar het is dus niet iets wat vanuit boeddhisme eigenlijk is dat niet echt iets heel verplicht. Het is alleen belangrijk dat je een langdurige relatie met iemand hebt als je een relatie begint. Maar je hebt heel veel mensen die helemaal geen relatie willen, wat ik al net vertelde. Hoe kijken we in het boeddhisme daar dan naar? Dat zien we ook niet als iets verkeerds. Dat zien we zelfs heel vaak als iets goeds. Als je ervoor kiest om een spiritueel leven te leiden, veel aandacht te besteden aan het spirituele, zoals meditatie en het doen van goede daden, dan kan het heel goed zijn dat je meer tijd wil hebben voor jezelf en geen tijd wil besteden aan een relatie. Dat kan. Dat is heel goed mogelijk en er zijn heel veel boeddhisten die dat doen. Het is niet iets verkeerds. Het is wel iets dat zelfs in de moderne samenleving niet altijd wordt begrepen. Dus als je het gevoel hebt dat heel veel mensen je daarvoor kritiseren, dan is het misschien belangrijk even stil te staan daarbij. Want in feite, bijvoorbeeld in onze traditie, Kunyai Achan, de stichter van onze tempel, zij was een non, zij heeft bijvoorbeeld altijd gezegd van nou, als je een spiritueel leven leidt, als je single blijft, dan is dat goed. Dan heb je meer tijd voor jezelf om goede daden te doen en een goed en mooi spiritueel leven te leiden. Maar natuurlijk zijn er heel veel mensen die desondanks dit niet zo begrijpen en misschien daar kritiek op uiten. Het kan ook zijn dat je met jezelf daardoor in conflict raakt. Dat je wil eigenlijk single blijven, maar je hoort van zoveel mensen dat dat niet een goede beslissing is en dat het misschien niet goed is voor je toekomst, voor jezelf. En dan krijg je dus dat je misschien aan jezelf twijfelt. Dan is het belangrijk om je te realiseren dat een heleboel dingen die mensen zeggen in je leven, dat je niet altijd op kunt reageren. Mensen geven heel vaak kritiek zonder er echt veel over na te denken. Het is ook belangrijk om je te realiseren dat mensen die kritiek geven ook niet altijd, dat het niet altijd heel belangrijk is. Soms geven mensen kritiek en dan kunnen we er iets mee. En dan veranderen we onszelf, dan gaan we dingen aanpassen. Maar soms dan geven mensen kritiek en dan kunnen we er niks mee. Dan is dat niet iets nuttigs. Dan kun je niet iets mee in je dagelijks leven. Het is belangrijk om elke kritiek die mensen geven om er goed naar te kijken of je er iets mee kan of niet. Als je er niets mee kan, dan moet je het ook los kunnen laten. De Boeddha heeft ooit gezegd dat er niemand in de wereld is die niet wordt gekritiseerd. En dat is de werkelijkheid. Dat is de waarheid van het leven. Dus als mensen soms kritiek geven, dan moeten we gewoon bij stilstaan. Dat is een deel van het leven. Dat is de ups en downs van het leven. Mensen geven soms kritiek en mensen geven soms een compliment. Dat hoort bij het leven. En als je hier nog vragen over hebt, kun je ook altijd commentaar geven op de YouTube-video. En als je andere dingen wilt weten, kun je ook een vraag achterlaten op ons YouTube-kanaal. En als je meer wilt weten over ons centrum of je wilt abonneren op onze video's, vergeet dan niet op de knop te drukken om abonnee te worden. Ik wil je bedanken voor je aandacht en tot volgende week.